Morgen is het de big day. Ja, kijk eens. Ik heb hier alvast een model staan zo. Zou je dat nou wel doen? Het weefsel ook opgestuurd. Dat doen ze dus standaard. Linkerborst was helemaal in orde. Over de rechter twijfelden ze. Ach nee, ik ben aan het filmen. Dus ja, dat heeft het wel behoorlijk verpest voor mij. En wow, ik vind het heel enthousiast. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Morgen is het de big day. Ja, kijk eens. Ik heb hier alvast een model staan zo. Morgen word ik geopereerd, 2 jaar na mijn amputatie. Ik heb toen natuurlijk ook al gelijk een reconstructie gehad. Maar sindsdien zit er een tissue expander in. Dus dat is eigenlijk een weefseluitrekker, zo moet je het een beetje zien. Die dus altijd mijn huid uitgerekt heeft gehouden om vervolgens het te kunnen vervangen met iets anders. En in mijn geval zal het een siliconen prothese zijn. Dus ja, 2 jaar daarna. Het heeft er waarschijnlijk zo lang tussen gezeten omdat ik ook nog bestraald ben nadat ik de tissue expander erin heb gekregen. En daarnaast heb ik gewoon een hele goede plastisch chirurg waar ik graag op wilde wachten. En die bestraling die blijft maar doorwerken. Dus als je dat te snel vervangt, ja, dan heb je natuurlijk ook kans dat als eenmaal de prothese erin zit, dat dat ook weer gaat werken. Dus die kans zit er natuurlijk nog steeds in, maar wel als het goed is op wat langere termijn. Spannend, maar ik heb er ook wel zin in. Want ja, ik wacht er al 2 jaar op en je zit er toch de hele tijd rekening mee te houden van wanneer gaat het nou gebeuren. Ik kan elk moment gebeld worden. Nou, nu is het eindelijk zover. En ik zal even kijken of ik jullie zo nog een beetje kan laten zien hoe het er op dit moment uitziet. Het is in ieder geval zo dat mijn rechterborst die ziek was, die is dus ook bestraald. Dus die is in de loop van de tijd toch wat, ja, wat strakker gaan zitten. Dus lijkt wat kleiner, is wat hoger gaan zitten. Dus dat gaan ze dus ook met lipofilling vullen. En ik gok dat ik daar meer last van ga krijgen dan het vervangen van tissue expander naar siliconen. Ik krijg ook vaker de vraag, vind je dat niet spannend, siliconen? Zou je dat nou wel doen? Nou, ja. ik weet dat dit in ieder geval toch wel een van de mooiste opties zou zijn, vind ik zelf. Ik heb mijn huid kunnen behouden en mijn tepels kunnen behouden. Dus ja, de binnenkant is leeg en er komen gewoon 2 ballonnen in. Ze weten tegenwoordig veel meer dan dat ze vroeger weten natuurlijk. Het wordt nu sowieso al veel meer in de gaten gehouden. Als ik ineens wel rare klachten zou krijgen, dan zijn we er natuurlijk al veel sneller bij. En dan weten we waar ook naar gekeken kan worden. En mensen zeggen dan vaak, ja, maar eigen weefsel is toch altijd beter? Nou, sorry, maar mijn eigen weefsel heeft mij al vaker behoorlijk in de steek gelaten. Dus ik vertrouw niet zo op mijn eigen weefsel. En recht op de kisten, zeg ik dan maar. Grapje natuurlijk, hè? Die kist, die gaan we nog heel ver naar voren schuiven, hopelijk. Maar morgen is het de dag. Ik ben gebeld dat ik als eerste aan de beurt ben. Ik moet om 7 uur al in het ziekenhuis zijn. Dus dat wordt vroeg op. Ik moet mijn tas gaan vullen, want ik moet ook een nachtje blijven. En dus ik denk dat ik even mijn laptop meeneem, want de iPad heeft Sergio nodig. Dus dan neem ik denk ik mijn laptop mee, zodat ik misschien nog wat kan Netflixen als ik me er goed genoeg voor voel. Pyjamaatje, tandenborsteltje denk ik. En opladers, that's it. Gelukkig is ook mijn schoonmoeder hier voor een paar dagen, 5 nachten.
om mij te ondersteunen, om ons te ondersteunen en ook te helpen met Jesse Silver. Dus dat is ook super fijn. Ook heb ik ontzettend lieve buren die willen helpen met Jesse Silver naar school te krijgen en eventueel te halen. Dus ja, wat moet je zonder goede buren, hè? Dat is wel heel fijn, zonder een goede schoonmoeder. Waar ben je? Oh, daar. Gelukkig voelt zij zich ook weer in ieder geval goed genoeg om hier te zijn en zelf naartoe te komen. Helaas gaat het ook met haar benen nog niet geweldig. Daar wordt veel naar gevraagd. Super lief dat jullie dat ook blijven vragen. Dus bij deze een kleine update. De benen zijn nog niet geweldig. Maar ze loopt in ieder geval zonder rollator, zonder stok. Dus dat is al een hele stap vooruit. En we hopen dat dat alleen maar beter wordt. En dan naar mijn moeder. Ook met haar benen gaat het niet goed. Met de borsten gaat het wel goed. Ze is vandaag ook naar de arts geweest. En ze hebben de pleisters weggehaald. Ze heeft oplosbare hechtingen. Dus die gaan er vanzelf uit. Borsten zien er dus allemaal op zich goed uit. Ze hebben het weefsel ook opgestuurd. Dat doen ze dus standaard. Linkerborst was helemaal in orde. Over de rechter twijfelden ze. Hadden ze nog geen echte uitsluitsel. Dus dat maakt ons natuurlijk toch weer een beetje zenuwachtig. Van hoe bedoel je, je rechter is nog niet duidelijk of het weefsel in orde is. Dus, maar we gaan maar even uit. We gaan er maar even vanuit dat het gewoon goed is. En daarnaast is ze, ik geloof 2 jaar geleden, ook onder de mammo geweest. Dus we hopen dat als het wel slecht is, dat we er toch heel vroeg bij zijn. Maar laten we gewoon even ervan uitgaan dat het goed is, alsjeblieft. Want dat kunnen we er niet bij hebben. Maar mijn moeder die loopt nog steeds ontzettend slecht. Ze heeft vandaag de huisarts gebeld. En we dachten van ja, gelukkig geen trombose. Ook onder de scan geweest. Geen scheurtje of iets. Dus haar arts, ik denk dat ik weet wat je hebt. En dat is namelijk een zweepslag. We zijn natuurlijk flink afgeleid geweest van het feit dat ze natuurlijk net geopereerd is. Dus trombose, gevaar. Ze is 2 weken geleden gevallen, verkeerd neergekomen. Dus je denkt misschien een breuk. Maar het is pas 2 weken daarna ontstaan. Of 2, 3 weken zelfs. En ze loopt echt heel slecht, doet heel veel pijn. Ze loopt zelfs even met een stok. Dus dat is de tweede die met een stok loopt inmiddels. En ja, het enige wat je daaraan tegen kan doen is pijnstilling en in een brace. En hopen dat het snel overgaat. Dus we zijn weer een lekker stelletje met z'n allen. Ik ga mijn tas inpakken. Lekker alvast een schoon bedje. Alle sieraden afgedaan. Nu heb ik natuurlijk nog deze twee. Maar ja, die heb ik er eigenlijk nooit uitgehaald. En het was eigenlijk nooit een groot probleem. Omdat dat ver van het operatiegebied zat. En anders hebben ze er een pleistertje omheen gedaan. Dus ik ga ervan uit dat dat nu ook gewoon in orde is. Ja, dus alle sieraadjes alvast af. Dat ik dat niet kan vergeten. Nagellakjes eraf. Ik moet helemaal natuurlijk wel komen. Dus ik ga ook nog lekker even douchen. Mijn haren wassen. Want ja, ik weet nog niet hoe lang dat allemaal niet kan. En dat ik dat niet wil. Ik vind het ook lastig. Wat moet ik nou meenemen qua pyjama? Ga ik iets korts aandoen of een lange broek en lange mouwen? Ligt ook een beetje aan de temperatuur natuurlijk daar. Zo, ik denk dat ik dit als mijn outfit ga meenemen. Lekkere losse broek, niet te dik. En kijk, toepasselijk. Nou ja, ik kan niet te veel laten zien zonder YouTube van slag te maken. Maar ja, ik kan in ieder geval zeggen dat dit is gewoon vrij hard. Hierboven van hier waar mijn duim zit en mijn vinger, dat is eigenlijk het ventiel waar de tissue expander mee werd opgeblazen door middel van water. Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon keihard. Dus ja, dat verdwijnt al als het goed is. Nu is, hoop ik dat ze hier iets meer décolleté kunnen maken. Want ja,
Ik weet niet of je het goed kan zien, maar hè, er zit best wel wat ruimte tussen. Ook heb ik niet meer echt een beetje dit. Dus ik ben benieuwd of ze dat kunnen maken. Maar het zou vooral fijn zijn als het gewoon wat zachter is. Ik heb het geluk dat ik er nooit pijn aan heb gehad. En dat het me wat dat betreft nooit echt in de weg heeft gezeten. Maar ja, je kan er niet echt lekker op liggen natuurlijk. Als je langs iemand loopt, moet je uitkijken dat je ze niet een kopstoot geeft met de twee ballen. Dus ik hoop dat dat een stuk zachter wordt. Ik heb aan mijn gezonde borst zeg maar natuurlijk wel nog wat huid om beet te pakken. En aan deze kant is dat dus eigenlijk niet. Dat is door de bestraling heel strak geworden. En ja, dat zit ook aan de onderkant. Zie je hier een litteken en dat is ook wat gaan ophopen zeg maar. Waardoor dat mijn borst wat meer naar boven heeft getrokken. Als je kijkt naar deze kant, dan zie je daar toch iets meer ja, ruimte tussen eigenlijk. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien en wat begrijpen wat ik bedoel. Maar goed, ja, kijk. Als ik dus zo even kijk, dit is mijn gezonde borst en dit is mijn zieke borst geweest. Dit is de onderkant van deze borst en dit is de onderkant van deze kant. Nou ben ik wel schuin van mezelf, want ik denk dat ik recht sta, maar ik sta eigenlijk zo. Kijk, je kan ze gewoon over elkaar heen schuiven. En dat was eerst niet, dus dit is echt wel een stuk, ja. Hij is gewoon strakker geworden, waardoor hij wat meer zo is gaan zitten en dit dus omhoog is gegaan. Dus volgens mij gaan ze dat ook proberen op te vullen en wat zachter te maken met door middel van lipovulling. Ongelooflijk hè, precies nu zit mijn telefoon vol, dus ik heb even heel veel video's eraf gehaald. Dus ze gaan het met lipovulling gaan ze het allemaal ook wat zachter maken, meer vorm geven. En als het goed is zijn de siliconen dus zelf ook al een stuk zachter. Het schijnt weer een nieuw model te zijn, dus ik ben erg benieuwd. Lipofilling is dus vanaf hier vooral en van de zijkanten. En helaas niet van de onderkant waar ik het graag af zou willen hebben. Maar ja, die schijnt ook belangrijk te zijn voor eventueel vervolgoperaties. Stel nou dat op een gegeven moment toch mijn siliconen eruit moet. Of ik ben het toch zat en ik wil toch een diep lap, weet ik het. Ja, dan hebben ze die buik nodig. Want ze doen het ook diep weghalen en oppervlakkig. Dus ja, dan kan het zijn dat ze ook andere dingen beschadigen. Dus ja, we gaan het verder op ons af laten komen. Een hele goede morgen. Het is inmiddels 6:50. Dat is het voordeel als je dicht bij het ziekenhuis woont. Ja, 7 uur moet me melden. Tas is ingepakt. Ik heb mijn pyjama erin gedaan. Ik heb al een beetje wat warms aangetrokken met een vest. Dat als ik het koud krijg, dat ik die ook gewoon aan kan doen. Laptop mee, oortjes mee. Ik dacht dat is misschien wel fijn. Niet alleen om eventueel een filmpje te kunnen kijken. Maar stel nou dat ik vannacht allemaal geluiden hoor van mensen die aan het snurken zijn of roggelen of piepgeluidjes van allemaal apparaten. Je weet maar nooit waar ik ineens last van kan hebben. Dat ik dan die oortjes ook in kan doen. Wat heb ik verder mee? Mijn opladers. Mijn medicijnen natuurlijk. En schoon onderbroek. En een extra paar sokken. Kauwgom. En ik neem mee. Ja, precies. Ja, is toch altijd handig om even te delen. Want ik had ook een beetje zoiets van, ja, hoe warm is het nou ook weer in het ziekenhuis? Ga ik het koud krijgen of warm krijgen? Ja, als je koud hebt, vraag je niks aan deken. Dat is ook wel weer waar. Nou, de big day, jongens. Jesse Silver was ook al even wakker. Die vond het ook wel spannend. Ja. Die was ineens bij oma gekropen. Toen zei hij, ik ben benieuwd, zei hij. Ja. Maar wel fijn, stiekem. Want dan kon ik hem toch nog even knuffelen. Gisteren natuurlijk ook al gedaan, maar toch. Ja. En ben jij klaar voor je dag vandaag? Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet klaar voor. Zo'n chaotische periode ineens. Ja.
Ja, we hebben nog zoveel dingen gepland. Die al eigenlijk... Nou ja, sommige dingen stonden al gepland voordat we wisten dat ik geopereerd zou worden. Sergio heeft bijvoorbeeld een optreden vrijdag, de dag dat ik terugkom van het ziekenhuis. Ja. 'S avonds. Ja. Is ook nog eens zijn eerste optreden alleen sinds een hele lange tijd. Dus dat is ook nog eens spannend. Nou ja, normaal gesproken had ik daar natuurlijk heel graag bij geweest. Om te luisteren, maar ook om te supporten. Nou, dat gaat niet. Ja, en daarnaast is het natuurlijk een hoop geregel en spanning. En nog allemaal andere werkdingen die gewoon ook nog door blijven gaan. Ja. Dus... Zoals die BHV-training kwam daarna, had ik echt niet gehoeven. Nee, precies. Maar ja, weet je, dat is weer zo'n ding die je dan één keer in het jaar krijgt die je dan moet doen. Dus ja, dat soort dingetjes, hè. En we hadden het er laatst over dat we eigenlijk zeiden van... Ja, we doen het er maar weer even tussendoor. Hè? Zo'n operatie. En zo voelde het ook een beetje toen ik aan de chemo zat. En ja, de borstkanker deden we eigenlijk gewoon even er tussendoor. Los van dat ik natuurlijk niet kon werken en zo. Ja, hebben we natuurlijk wel veel tijd geïnvesteerd in de vlog. En om jullie... daarin mee te nemen. Was ook tegelijkertijd therapeutisch voor mezelf. Waar het kon, gingen we toch eventjes weg. Ja. En, maar ja. Het scheelt ook wel dat je daar gewoon niet zo achterlijk ziekbaar van bent geweest. Nou, dat is zeker. Dat is zeker. En daarom is misschien ook wel dat gevoel een beetje ontstaan van we doen het even tussendoor. En dat vond ik ook alleen maar prettig hoor, want... Ik had het niet anders gewild. Alleen in dit geval voelt het wel een klein beetje chaotisch. Dat ik denk, oh, als alles maar loopt zoals het zou moeten lopen. Ook vooral voor Jesse Silver, die natuurlijk ook gewoon nog steeds naar school moet. Sergio die gewoon moet werken, dus hem niet kan brengen. Ik niks mag. Normaal gesproken had mijn moeder kunnen helpen. Dat had op zich nog steeds wel gekund. Maar die zit natuurlijk ook ineens met haar been. Wat we ook allemaal niet hadden ingecalculeerd. Gelukkig is mijn schoonmoeder daar voor een paar dagen. Dus dat is heel erg fijn. En zoals ik al zei, hele lieve buren die just mee willen nemen naar school. Dus dat scheelt al een hoop stress. En de juffrouw die had mij heel lief nog een appje gestuurd gisteravond om een succes te wensen. Wat Jesse Silver had uitgebreid verteld wat er ging gebeuren. Het is een beetje geregend of zo. Oei. Zo, zwembad. Wow. Niet normaal. Ze hebben hier volgens mij een waterprobleem. Nou ja, het komt vast allemaal goed. Doei. Here we go again. Een leeg ziekenhuis, snap ik zo vroeg. Nou, ik moet naar D12. Sergio die heeft me afgezet, want die had dus die BHV-training. Dus die moest weer in Zoetermeer zijn. Ik zeg, joh, I got this. Voel bijna als mijn huis. Dat is ook niet goed, hè? Altijd terugkeer naar het toilet. Nee, ik ben aan het filmen. Hoe voel je? Een beetje licht in mijn hoofd. Oké, heb je pijn? Ik heb pijnstilling gekregen. Drains. Oh nee, ik denk dat het lipofilling is die ik voel aan de zijkanten. En hier een beetje. Ik doe hem niet te strak. Juist niet te strak vanwege de vocht, geloof ik. Mm-hmm. Zou je juist denken van wel, hè? Dat vocht eruit te drinken, eruit te drukken, maar dus niet. Vanwege de lipofilling. Oké. Zo, nou. De operatie is geweest. Het is avond.
We zijn er al we zijn er al ruim een uur. We zijn met mama en Jessie natuurlijk. En Jessie heeft tekeningetjes gemaakt voor mama. Alleen René is nog heel erg misselijk en ze is al 3 keer... En net heeft ze al gekot. Gespuugd. Nee, gekot. En daarom gaan we nu maar. Kun jij lekker rusten. Kan ze lekker slapen. Ja. Dan kan je morgen rustig je hele verhaal vertellen. En dan kan je morgen als je weer wat beter voelt. We hebben mee naar zwemles. Kijken jullie al naar mijn dekentje? Morgen ga ik uit. Nee. Censuur. Maar morgen ga ik naar zwemles. Nee. Nee, schat. We gaan nog niet naar zwemles. Ja, maar nou, wanneer schat? Ga ik dan naar zwemles? Volgende week, schat. Woensdag. Nou, liefde. Nee, was morgen. Love laat you. Rusten. Love you. Love you morgen. Autootje. Tot morgen. Oh ja, ik heb ook drains. Super fijn. Daar is Sergio heel blij mee. Fijn dat we daarmee afsluiten ook. Nou, tot morgen. Met je drains. Als het even kan, laat ze maar hier, ja? Ja, ik doe mijn best. Oké. Hallo Hannes. Goedemorgen. Even een update van mij. Nou, mijn kleur is weer een beetje terug. Gisteren dus naar de operatiekamer gebracht. Ging allemaal heel vlot. Ik moest er om 7 uur zijn. Ik ging maar naar mijn afdeling. Toen ging ik even plassen. En toen terugkwam, kon ik eigenlijk al gelijk meelopen om me aan te kleden. En ze hadden het nu anders. Dat je eerst op een andere afdeling zeg maar wordt klaargemaakt. En dan later ga je naar een andere afdeling als je terugkomt. Dus dat allemaal ging vlotjes. Toen ging ik naar beneden. Naar eigenlijk al, dat noemen ze de uitslaapkamer. Dat is waar je later dan even gaat uitslapen. Daar hebben ze me het infuus ingelegd. Ging allemaal goed. Ik moest weer plassen natuurlijk. Dus die po moest er weer bijgehaald worden. Mijn telefoon is ook bijna leeg. Oh jee. Dus daar moest ik wel een tijdje liggen. Dat duurde wel even. Ik denk dat ik rond 8:30, 9:15 geopereerd ben. En ook nog afgetekend wat het allemaal moest worden. Operatie is helemaal goed gegaan, maar waar ik al bang voor was. Echt zo misselijk weer uit die operatie, uit die narcose. Vreselijk. Qua pijn gaat het eigenlijk prima. Ik heb natuurlijk ook pijnstilling, krijg antibiotica. Maar die misselijkheid, joh, vreselijk. Ik heb dan ook het gevoel alsof mijn ogen gewoon niet helemaal helder staan. En dat ik daar misselijk van word. Dus het is niet een misselijkheid vanuit je buik, maar misselijkheid vanuit je ogen of hoofd. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar zo ervaar ik dat. Dus ja, dat heeft het wel behoorlijk verpest voor mij. Ook echt, ik ben wel 6 keer gespuugd. En op een gegeven moment zit er niks meer in, hè. Dus tijdens het eerste bezoek kwam mijn moeder gelukkig eventjes. Ze was wel heel lief. Toen heb ik een klein broodje gegeten, want ik dacht misschien helpt het juist als ik ga eten. Maar die kwam er later gezellig weer uit. En tijdens de avondbezoekuur kwamen Sergio met Jesse Silver en mijn schoonmoeder. Was ook fijn. Toch wel ook. Ja, er toch niet helemaal bij. Een beetje bij. Dus toen moest ik op een gegeven moment plassen. En dat was eigenlijk de eerste keer. En toen ging ik zitten, rechtop zitten. En ik dacht, bakkie, Jesse daar. Want ja, dat is voor Jess natuurlijk gewoon een heel eng gezicht misschien wel. Maar hij is nu al hartstikke lief dat hij me wil helpen met van alles. En hij had mooie tekeningen gemaakt. Dus dat is heel lief. Veel geslapen. Dan weer wakker. Wel ook veel wakker, maar ook veel geslapen. Dus dat ging gelukkig goed. De pijn is goed te doen. Ik mag mijn armen dus niet omhoog doen. Maar ik mag wel
zo rekken of naar beneden, maar dus niet omhoog. En wat ze nou hebben gedaan is dus de tissue expander eruit gehaald. Vervangen voor siliconen protheses. Dus die zijn ook een stuk zachter, kan ik je vertellen. Dat voel ik nu al. En lipofilling. Ook om het wat zachter te maken, maar ook om meer décolleté te creëren. En jullie kunnen het waarschijnlijk al een beetje zien. Kijk jongens, ik heb een spleetje. Ik heb weer een spleetje. Eerst stond het ver uit elkaar, maar nu heb ik gewoon, het is wel blauw. Ik heb dus nu een BH aan, die mocht niet helemaal dicht vanwege de lipofilling. En ik heb een corset aan, die moet wel strak. Vanwege de lipofilling die natuurlijk weg is gehaald. Ik heb wel twee drinks. Weer mijn vertrouwde zakkie. Van de mensen die de kankervlogs hebben gekeken. En ik na de operatie een jaar geleden kwam ik ook met twee drinks in een zakje thuis. Daar werd Sergio helemaal niet goed van. Die kan het goed hebben allemaal. Maar die drinks vindt hij echt... is hij gewoon bang dat ik een verkeerde beweging maak. En dat het eruit getrokken wordt ofzo. Nou, ze zijn even komen kijken. Ze vonden het er ook goed uitzien. En ze gaan dus eventjes, ze hebben nu afgetekend hoeveel er nu in zit in mijn drinks. Dat is ongeveer 80 cc. Dus als er minder dan 50 is, dan mag ik even bellen, ook op zaterdag. En dan kan ik terugkomen en dan gaan ze de drinks eruit halen. Dus ik hoop het. En anders dan, dan moet ik maandag volgens mij komen. Maar het zou wel heel fijn zijn als ze morgen er al uit mogen. Ja, verder heb ik mijn medicijnen met vla 's avonds kunnen innemen. Dus 's avonds ging het al wat beter. Ik dacht, ja, toch goed om even wat erin te hebben. Want als je op een gegeven moment aan het spugen bent en er zit niks meer in. Vreselijk. En je maag die maar aan het pompen is. Echt gewoon een klein zipje water al, hè. Nou, gelukkig ging het dus 's nachts al iets beter. Toen lag er nog vla. Ik zeg, nee, laat alles maar staan. Toen heb ik het naar binnen gewerkt. En dus vanochtend ook weer met mijn tabletten. Ik heb vanochtend paracetamol, naproxen, geloof ik. Dat is ook tegen de mis... Nee, dat is pijnstilling. Maagbeschermer en antibiotica. Dus ik moest gelijk 4 pilletjes nemen. Dat ging goed. Gisteren was het broodje niet echt een succes, maar ik heb een crackertje. En ik voel dat het wel goed gaat. Ze hebben me net geholpen met aankleden, me even een beetje gewassen. En ik voel me wel een beetje wat gloeiend, maar dat schijnt normaal te zijn dat ik een beetje verhoging heb na zo'n operatie. Als alles verder goed gaat, mag ik vandaag naar huis. Komt rond 1 uur geloof ik nog even terug, of 12 uur. En dan mag ik lekker naar huis. Zo, het is dag 2 dat ik thuis ben. Sorry voor mijn wiebelige arm, want met rechts kan ik hem nog niet zo goed... Veel te ver. Rechts kan ik hem niet echt voor me houden. De eerste dag en nacht zit erop. Nou, de... Tweede dag alweer. De eerste nacht. Ja. Tweede nacht alweer. Tentjes. Je hebt in het ziekenhuis gehad en 1 nacht thuis. Ik bedoel thuis eigenlijk. Zo, ja. Want gisteravond natuurlijk thuis. Nou, toen was ik nog wel. En toen heeft Sergio wel een heel tof optreden gedaan in Kijk Naar. Ja, dat was erg geslaagd. Dat was echt leuk. Mensen waren super enthousiast. Mensen waren heel enthousiast. De eigenaar van Seafood Kijk Daar waren heel enthousiast. De mensen waren heel enthousiast. Ze vroegen allemaal kaartjes. Ja. Dat heb ik niet. Dus ik heb wat telefoonnummers opgeschreven. En ik heb wel gezegd dat ik normaal gesproken niet alleen sta, maar met jou. Dus... dat vonden ze ook wel heel erg leuk. Vertelden wat jij deed en zo. Ze zeiden, oh, super gaaf. En dat was gewoon echt feestje. Ja, super trots op jou. We gaan even een stukje laten zien. Ja.
Vette, trots op mijn moppie. Ja, konden dus helaas uiteraard niet bij zijn. Maar vrienden van ons waren er ook. Dus die hebben zeker bij de eerste twee nummers even ingebeld. Kon ik toch stiekem meekijken. Ja. Toen dacht ik, yes, het gaat goed. Zij haalt hem. Toen kon ik met een gerust hart verder ploffen op de bank. Ja, en verder met mij gaat het oké. Ik heb niet geweldig geslapen. Je bent toch, ligt toch onrustig en ik moet rechtop zitten. En we hebben nog geen gordijnen. Dus als ik rechtop zit, dan kijk ik zo in de lantaarnpaal. Dus dan heb ik weer dat oogding opgedaan. En toen had ik weer het gevoel alsof mijn ogen de hele tijd dit aan het doen waren. En ik was allemaal rare dingen kwamen er voorbij in mijn hoofd. Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Ben ik nog aan het trippen of zo? Dat was echt heel raar. Maar goed, ja, dus je moet daar ook je weg in vinden. En dan ben je eigenlijk heel de dag een beetje bla. Ik moet ook nog antibiotica slikken, 3 keer per dag. En er is ook wel een bijwerking van dat je ook wat misselijk kan zijn. Dus ja, ik ben bang dat dat toch ook een beetje sluimert op de achtergrond. Met de pijn valt het reuze mee. Dat is echt wel oké te doen, maar ik moet gewoon alles langzaam doen en niet zomaar snel gaan opstaan natuurlijk. Net even lekker voor het eerst weer een douche genomen. Dat was wel super fijn. En gewoon even lekker eronder staan. Het zag er goed uit. Even wat pleisters weggehaald. Je ziet wat hechtingen zitten van onder naar boven. Hier zo eigenlijk wat ik al had. En ook wat kleine hechtingjes waar ze de lippenvulling hebben weggehaald. Dus nou ja, dat gaat wel oké. Verder vooral heel rustig aan doen. Morgen weer een update. Goedemorgen. Ja, jullie zien het. Ik heb even een make-upje opgedaan. Ik denk, dan voel ik me toch altijd gewoon net even wat fijner. Wat normaler. Ik moet zeggen, ik heb een stuk beter geslapen. Ik kon een klein beetje op mijn zij liggen. En dat scheelt al zo'n hoop. Beetje naar beneden, een beetje zo zacht. Dus ja, dat was wel fijn. Mijn schoonmoeder is vandaag voor het laatst. Dus we gaan zo even nog even een blokje buiten lopen. Even wat frisse lucht. Dat lijkt me wel goed. Dus ja. Ik zal even kijken of ik een beetje wat kan laten zien. Ik heb nog steeds dat streepje. Ik ben wel onder de douche geweest, maar ik mocht ook niet echt schobben. Want ja, maar jullie zien het, ik heb een decolleteetje. Gek hè? Er zat eerst dus best wel wat ruimte tussen en nu loopt het dus echt van... Even kijken. Van hier. Tot hier. Zo is het helemaal gevuld. Het voelt ook inderdaad echt een stuk zachter. Daar zit ook wat meer beweging in. Ik kan een beetje zo doen. Terwijl, ja, met dit tissue expanders kon ik niks doen. Ik vind het ook nog steeds een beetje gek dat ik nu hierboven niet meer dat harde heb. Want dat had ik natuurlijk. Ik had hier echt zo'n soort van ventiel zitten. Waar dat vocht in ging. Ja, die is ook weg natuurlijk. Ik moet nu deze BH zeg maar vasthouden. En dit korset. Is ook niet geweldig hoor, dat korset, moet ik zeggen. Ze hebben het vooral hier vandaan gehaald. Ik voel wel dat ze ook een beetje hier wat vandaan hebben gehaald. Maar dat is meer oppervlakkig. Dat ze toch voorzichtig zijn met mijn buik. Maar ja, hopelijk elke dag een beetje beter. En ik voel dat het nu al een stukje beter gaat. Dus positief. Ik voel net bijna met de gezichten naar water. Ja. Kijk die broek. Ik ga naar de water kijken.
schaal. Zie je er mooi uit, Jessie? Nog een. Wat heeft oma gemaakt voor ons, Jessie? Weet ik niet. Van het wentelteefje. En is die lekker? Worden wij even verwend, hè? Hier, wil je nog eens te bovenop? Goedemorgen. Het is maandag. Dag, laten we zeggen 3 na de operatie. Ik heb iets minder lekker geslapen, helaas. Maar goed. Sergio is Jesse Silver aan het klaarmaken. En die is ook alweer goed voor mij aan het zorgen. Hij heeft een lekker broodje gemaakt voor mij. Omdat ik in de ochtend dus weer antibiotica moet innemen. En dat is beter met wat op mijn maag. Hopelijk word ik dan ook wat minder misselijk ervan. Ik zag gisteren dat het zo vervelend is dat als je dan best wel veel gespuugd hebt, dat je dan op een gegeven moment een soort van bang wordt om te moeten spugen. Dus als je dan ergens zo aan denkt dat je denkt, oh, je gaat dat heel erg associëren met misselijk zijn. En dan moet je echt denken, no way, daar gaan we niet heen. Nee. Deze mindfuck gaan we niet doen. Want ik denk dat als je je daar te veel in mee laat gaan, dan heb je echt een probleem. Ik had het toen tijdens de chemo ook met de dexamethason. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon echt een afkeer van die medicijnen. Terwijl die me eigenlijk heel goed hielpen tegen de misselijkheid van chemo. Dus dat, wat dat betreft was het top. Maar het was zo'n baardemiddel. Nou, het is geen lekker weer zo te zien. Eens even kijken of wat we vandaag een beetje kunnen doen. Als ik al iets kan doen. Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Ik ben lekker thuis vandaag. Ik heb veel gewerkt. Jessie lekker weggebracht. En René en ik zijn lekker thuis. We moeten even wachten op de monteurs. In ieder geval de onderhoud voor de warmte terugwind unit en de filters en zo. Ik weet even niet waar ik moet kijken daar. En hele leuke reacties trouwens op mijn optreden en op mijn nieuwe kapsel. Heel veel op je nieuwe kapsel. Heel veel. Mensen die ons op Insta volgen, die hadden het stiekem al gezien. Ja. En nog niet op de vlog. Dat was met het boksen op zolder. Ja. Met Jessie, ja. Dus ja, nou, ik ben er ook onwijs blij mee. Want die dode bever in mijn nek was toch wat warm en... Het klitte heel erg en dat komt gewoon omdat mijn haar toch wel, ondanks de transplantatie alweer 2 jaar geleden, toch wel behoorlijk dunner is geworden weer. Dat juist het tegengestelde effect, zeg maar, van niet de transplantatie, maar dat je het langer liet groeien. Ja. Op een of andere manier zag je het dan nog meer. Ja. En nu is het supergoed geknipt, vind ik. Ja. Maar we hadden het er telkens over van, ja, je hebt best wel een zichtbare kruin. Ja, nou, en ik merk ook gewoon dat de haren... dat het allemaal gewoon heel dun, zeg je dat, een beetje vlas? Nee, vlas is uit die harde, dikke, hè? Nou, anyway, dun. Gewoon echt fragieler haar. Ja. En dat is zonde. En dat vind ik wel jammer. Ja. En om nou weer naar Turkije te gaan, ja, dat kunnen we misschien nog een keer doen over een paar jaar. Maar dat vind ik nu sowieso geen prioriteit. En dus René die zegt al heel vaak iets van... Ja, je hebt een hele leuke... Een vriend van mij uit Engeland, die heeft een toupetje. En dat is echt wel... ziet er heel goed uit. Maar ik voel me daar toch een beetje onzeker bij. Er zit daar zo'n vleespet op mijn hoofd. En blijft dat dan zitten of niet? En eigenlijk heb je dat ook nog niet nodig. Want het is niet dat je, nee, dat je precies. Echt heel dun bent. Nee, dus toupetje, daar voel ik niet... Nee, maar goed, dan kun je het natuurlijk afscheren. Nee, precies. Ja. Maar dan ben je wel echt afhankelijk van dat toupetje, zeg maar. Precies. Ja. Ja, dat vind ik... Daar voel ik me gewoon niet heel chill bij. En toen riep ik ook al heel lang. Ja, dat we er misschien iets op kunnen spuiten qua kleur of zo. Ja, vind ik ook een beetje tricky. Maar René, die blijft altijd zoeken, want ze is wel persistent, vasthoudend en vastberaden.
En ze heeft dus iets gevonden. Ja, en, want het is natuurlijk... En ik dacht, ik ga hem draaien, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat hoeft niet. Nee, want het is natuurlijk wel belangrijk dat ik dacht, ja, als je dat dan doet... het is alleen maar om bijvoorbeeld die kruin net even een beetje wat dichter te laten lijken. Maar het is wel belangrijk dat u niet dat heel je gezicht onder zit als het een beetje regent. Zoals het heel vaak doet in Nederland. Of als je zweet. Ja. Dus, want, ik heb... dames en heren, het is de natste herfst ooit. Ja. Dus toen kwam ik op deze. Ja. Volgens mij spreek ik het uit als Louis Bien. Ja, ik vind wel... Het is wel, ik vind wel... ik kan hem niet draaien hier, waarom niet? Nee, je hoeft niet te draaien. Ah. Ja, maar is er nou niet een spiegelbeeld dan? Ja, maar ik zeg het toch, Louis Bien. Louis Bien? Louis Bien. Ik had dus bruin genomen, donkerbruin. Ja? Nee? Ja, nou, ik had donkerbruin genomen. Ja, en toen, echt super tof, namen ze ineens contact met je op van, joh, weet wel dat donkerbruin is bij ons echt bijna zwart. Ja. Stuur even een foto van je haar. Nee, ja. Of, nou ja... Ze zei, het was gewoon de service. En toen stuurde ik een foto van, joh, zeg jij het maar dan. Want ik zei, nou, ik zou toch gaan voor gewoon bruin. Ja. Gewoon bruin. Dus dat is wel, dat vond ik wel heel tof. Zeker, ja. Dus we zijn benieuwd of ze gelijk hebben. Dat is meedenken. Dus we hebben de bruine kleur. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Je moet het op schoon haar doen. Ja, schoon, droog. Droog. Het gaat er dus niet uit met... Ja, regen of dat soort dingen. Maar het gaat er wel uit met shampoo. Ja, dus als je haar echt was, dan gaat het eraf. En wat doet het nou? Het verzorgt eigenlijk. Het is gewoon een verzorging met kleur. Ja, maar het zijn vezels toch? Volgens mij is het een soort van nanotechnologie. Wat, een soort van hele mini kleine vezels. Ja, die zich dus vasthouden. Ja, hechten aan je haar. Waardoor je haar dikker wordt. Ja. En zo ook dus minder... je huid ook minder zichtbaar wordt. Ja, het klonk heel interessant. Ja. Dus we zijn benieuwd naar het resultaat. We hebben al even een voorfoto gemaakt. En we gaan het nu laten zien. Aangezien ik geopereerd ben, moet Sergio even zelf schudden. Ja. Want dat moet volgens mij wel gebeuren. En schudden. Dan gaan we het daarna voor gebruik op doen. Ja, was dit al aan doen? Ja, even kijken hoor. Apply only to clean and dry hair by spreading in circular motions from 10 to 15 centimeter distance. Blow dry and style gently with brush or comb. Do not touch during the first 10 minutes. Nee. 10 minutes. 10 minutes. Do not touch during the 10 minutes. Ja, dus niet de eerste 10 minuten aanraken. En je kan het nog een keer doen als het nodig is. Ja. Oké. Okay. Maar dat mag jij ook niet eigenlijk, hè? Wat? Nou, je moet circulerende bewegingen maken. Ja, maar ik kan mijn armen zo houden. Ik mag niet omhoog doen. Ik kan dit doen. Als jij nou gewoon recht spuit, dan doe ik zo. Ja, nee, heel goed. Misschien moet je gewoon gaan zitten, ik niet omhoog hoef. Die bonsaiboom is toch al dood. Dus... Ja, zo kom ik er niet bij. Ik moet vooral je kruin doen, toch? Oké, okay. Oh, spannend dit. Dadelijk heel de raam bruin. Ja, dat zou het zijn. Oké. Okay. Zit ongeveer 10, 5? Dat vind ik altijd zo moeilijk. Zou dat zijn? Vol in je oog. 10 tot 15? Ja. Oké. Okay. En wel goed indrukken, want anders spuit je alleen gas eruit. En ik zou, ik vind het wel enthousiast. Ik zou een beetje pulserend spuiten. Dus een beetje... Oké, is goed. Ik ben nu wel enthousiast, hè? Oh, en hij ruikt lekker. Dat is ook het belangrijkste inderdaad. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Ik ruik eerst aan de shampoo. Nee, eerst kijk ik wat erop staat en dan ruik ik eraan. En als het niet lekker ruikt, dan koop ik het niet. Dus zomaar even, hè. Wow. Nou, ze hadden gelijk over jou, over de kleur. Ja. Volgens mij doe ik er veel te veel op. Maar goed, wanneer? Het ziet er echt super goed uit. Maar nu wil ik eigenlijk hiervoor ook, denk ik. Ja. Nee, dus niet een hip, het is moeilijker, want nu komt er kom, natuurlijk gewoon... Kom maar, die doe ik wel. Zal ik hem doen? Wow, maar even schat. Zo. Deze is ook al vrij donker, hè? Ja, maar dat past wel bij je haar. Ja. Daarom. Het ziet er echt... Het ziet er echt goed uit, het hè? Het weerspiegelt een beetje, maar ik zie bijna geen hoofdhuid meer. Nee.
Alleen en... hier aan de zijkant, maar ja dat zou misschien nog kunnen. Ja. Vet. Schat, je had gewoon eerder naar mij moeten luisteren. Ik voel me gelijk 10 jaar jonger. Zou het nou ook op je baard werken? Oké, okay, nou, we laten het even drogen en dan komen we zo echt terug met het eindresultaat. Zo, kijk die hunk hier is met volle haar. Hey, how you doing? Zo, het is echt goed, hè? Ja. Doe je hoofd eens naar voren. Kijk dan, wat een verschil. Echt goed. Alsof ik gewoon niet meer kaal ben. Nee. Kalend. Ja, precies. Ik ben niet kaal, maar het werd gewoon dun. Oh ja. En dit ziet er echt, echt heel goed uit. Ja? Toppie. Happy. We zeggen loubien. Hey. Ja, nee, heel goed. Nou. Ja, ik ben er blij mee. Mooi, ik ook. Laten we die maar even in voorraad houden. Laten we maar doen, hè? Nou, ik denk dat we voor nu even genoeg gefilmd hebben. Ik denk dat jij je arm te ver aan het strekken bent. Ja, precies. Ja, snap je. Precies. Ja. Dus, ja. Nou, hopelijk vonden jullie dit weer een toffe vlog. Ik ga jullie weer helemaal op de hoogte houden van progress décolleté. En, sorry, die blauwe plek. Anyway. Ik zag ineens een hele blauwe plek. Ja. Ja, hoort erbij, hè? Hoort erbij, ja. Dus hopelijk vonden jullie dit weer een toffe vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ja, belletje aan te zetten, zodat je weer een belletje krijgt. Een signaaltje krijgt als wij weer een nieuwe video online hebben gegooid. Ja, want ik ga jullie natuurlijk weer helemaal op de hoogte houden. Nou, tot de volgende video. Ciao.